We zijn hier in Innersport Lab de Tongenreep in Eindhoven. Dat is eigenlijk een lab wat zich richt op het verbeteren van topprestaties bij zwemmers die in de Olympische Spelen gaan. Maar dankzij de sportinnovator zijn we toch ons werkveld aan het verbreden. En kijken we eigenlijk ook naar de zwemles. Maar zoals u misschien weet, is de zwemles van mijn oma, is de zwemles van mijn vader en is ook mijn zwemles, maar ook die van mijn kinderen. Maar ik vind het wel vreemd, in al die jaren niks is geïnnoveerd. En wat we nou gaan proberen is de zwemles efficiënter en leuker te maken door technologie toe te voegen en het eigenlijk een spel te maken waar kinderen van genieten. Het is bewezen dat kinderen makkelijker leren en beter leren als het gekoppeld wordt aan bewegen. En daarvoor is de zwemles uitermate geschikt. En wij willen een zwemleraar aan de kant zetten met een iPad, zodat hij bijvoorbeeld een rekensom kan opgeven op de iPad. En dat de kinderen door middel van verlichte dingen op de bodem die rekensom kunnen oplossen onder water. Zo leren ze ook onder water te gaan. Alleen zijn ze niet bezig met het onder water gaan, maar met het oplossen van een rekensom. We zijn nu net begonnen met het project, we zitten nog echt in de beginfase. Maar we hopen dat er over een aantal jaren de zwemles een stuk efficiënter is. We'll be right back.